Een Brexit-waarschuwing van premier Rutte aan Nederlandse boeren en tuinders. Die moeten zich voorbereiden op problemen aan de grens. Jaarlijks exporteert de sector voor ruim 6 miljard euro naar Groot-Brittannië. Bij dit bloemenbedrijf in Rijnsburg weten ze precies wat de Britten mooi vinden. Bloemen met lange stelen. In Engeland houden ze van lang. Zodra een kerstpakketje, het moet lange stelen wezen, het moet allemaal lengte wezen. En dat, ja, dat gebruiken ze veel liever dus. En ze kunnen het hier weten, want bijna de helft van deze bloemen gaat de Noordzee over. De Britten kopen per jaar voor 1 miljard euro aan bloemen in Nederland. De exporteur zit niet te wachten op lange wachttijden aan de grens, zoals in de jaren 70. Dan kwam er wat wij dan noemen een PD, plantendienstman. En die ging uren controleren. En dat had dan tot gevolg dat je heel veel klanten miste gedurende die dag, omdat je heel veel vertraging had bij de grens. Ook de brancheorganisatie is bang voor de gevolgen van een eventueel harde Brexit. We zijn bang dat dat een horrorscenario wordt. Je moet je voorstellen, nu heb je een minuut om elke container of vrachtwagen te controleren. Als er een harde grens komt, dat wordt dat misschien wel een dag. Nou, dan staan de files die staan van Dover tot aan Londen en van Calais tot aan Parijs. Deze vrachtwagen is volgeladen en klaar voor vertrek. We gaan van hier vandaan naar Hoek van Holland, dan pakken we de ferry en dan rijden we, de eerste klant is in Manchester. De formaliteiten aan de grens duren inderdaad niet lang. Voorlopig doet deze chauffeur zijn bijnaam eer aan. Vliegende Hollander. The Flying Dutchman, bekend om zijn snelle levering van verse producten. Nog wel. Kleine bloemenkwekers en handelaren vrezen voor het voortbestaan van hun familiebedrijven. Volgens hen dreigen zij slachtoffer te worden van een nieuw tariefsysteem op de veiling. Dat systeem zorgt ervoor dat kleine kwekers meer moeten betalen voor de veilingkosten en grote bedrijven juist minder. Ik hoop toch niet dat het familiebedrijf stopt bij mij. Ik hoop toch dat onze kinderen straks het stokje over kunnen nemen. Er wordt helemaal niks verbeterd. De veiling doet alleen maar minder en nu moeten we in ene meer gaan betalen. Als de veiling deze structuur doorzet, dan denk ik dat er niet een paar honderd kleintjes omvallen, dan vallen er duizenden familiebedrijven om. Royal Flora Holland, wereldwijd de grootste bloemen- en plantenveiling, een coöperatie. Eigendom van ongeveer 4000 kwekers. In 2016 veilt de coöperatie ruim 4,6 miljard euro aan planten en bloemen. 2,1 miljard via de beroemde veilingklok. 2,5 miljard door directe levering naar klanten buiten de klok om. De kleinste leden die hebben een jaaromzet van minder dan 1000 euro. De grootste leden hebben een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro. Dat geeft even het speelveld aan. De kosten van het veilen gaan voor kleine kwekers en kopers fors omhoog, tot wel 14%. En dus stuit het voorstel dat er nu ligt op groot verzet. En dan onze eigen coöperatie lijkt nu een mes in de rug te willen steken. Die lijkt te zwichten onder druk van externe partijen die hoog rendement willen halen. Wat ik graag zou willen bereiken is dat we een gesprek voeren over de inhoud op basis van feiten. Wegblijven van onderbuikgevoelens of van ja-nee-spelletjes. Daar gaat het helemaal niet om. Op het moment dat je, zoals nu ook wordt voorgesteld, die kopers nog zwaarder gaat belasten die daar op de klok zijn, ja, dan is het het begin van het einde. En eigenlijk is het een koude sanering. Morgenavond moeten de leden van de coöperatie stemmen over die nieuwe tarieven. Een beslissend moment voor de kleine kwekers, want een stijging van 14% kan ze zomaar de das omdoen. Nou, dat wordt wel begin januari hoor, maar dan hebben we de eerste wel weer. Ja, mooi. Corina Duin kweekt bloemen in Heemskerk. Ze is de vierde generatie in het bedrijf. Haar tulpen zijn gemakkelijk te herkennen. Als je hem vastpakt en hij knispert, dan is het goed. Corina ziet haar bedrijf in gevaar komen door de nieuwe tarieven die de veiling wil rekenen. Ik durf wel te stellen dat ik misleid word, ja. En met mij vele andere leden. Als er op een presentatie verteld wordt, dit zijn de getallen, maar niemand weet of dat klopt. Er is geen externe partij geweest die dat gecontroleerd heeft. Dan durf ik niet te stemmen. De leiding van de veiling heeft maar weinig begrip voor de klachten. Er is juist geprobeerd iedereen bij het besluit te betrekken. Met alle respect, maar alle leden zijn persoonlijk benaderd om hier aan deel te nemen. Een jaar geleden hebben we aangekondigd dat deze discussie zou gaan lopen. Alle leden zijn benaderd, gemaild via de site. Iedereen is gebeld met de vraag, kom alsjeblieft meedoen. Als je er dan voor kiest om niet mee te discussiëren, dan kies je er dus ook voor dat andere mensen de discussie voor jou gaan voeren. Je moet niet vergeten, we zijn kwekers. Wij zijn geen vergadertijgers. Heel veel kwekers kunnen niet zomaar een dag weglopen van hun kwekerij.
Royal Flora Holland stelt voor om kortingen per transactie te geven. En om de grote klanten binnenboord te houden, krijgen zij grotere kortingen. Het gevolg? Kwekers die minder dan 75 transacties per dag doen, krijgen de minste korting. Zij zien hun kosten in één jaar met 14% stijgen. Laat alles, iedereen evenveel betalen. Het lijkt anders Rutte wel met het dividendbelasting. Peter Barendse, kweker uit Maasdijk, azalia's, bolgizanten. Snoei geeft groei. Lucht geeft vrucht. 4 miljoen planten per jaar verkoopt hij. Hij is dus helemaal geen kleine, maar hij gelooft wel in de coöperatieve gedachte. Het hart van de coöperatie heeft een ziel nodig. Ja? En die moeten samen functioneren. We gaan naar donderdag gaan we stemmen over de tariefstructuur. En ik hoop dat dan bij de grote jongens, ja, het hart weer gaat spreken voor de coöperatie. 5% van onze leden realiseren 50% van de omzet die over deze veiling loopt. Als een belangrijk deel van deze leden ertoe zou besluiten, om welke de reden dan ook, om de coöperatie te verlaten, dan zullen de overblijvende leden geconfronteerd worden met een veelvoud van de kosten die nu gevraagd worden. Gerard! Kom even, man. Ik moet even discussiëren met je. De kleine kwekers en handelaren vrezen verandering. De grote aanbieders en de grote kopers kunnen kortingen afdwingen. De kleintjes blijven met de rekening zitten en zijn bang dat ze uit de markt worden gedrukt. Heb je dit nou op de klok gekocht of is dit direct? Het is alleen direct, hè. Dus men wil gewoon een richting op met de hele veiling. En dat is die klokswaarde belasten, ongeacht wat die kost. En dan ga je vanzelf, ga je er vanaf. Dan ga je ermee stoppen. Maar moeten we dat willen, dat we als coöperatie, hè, vergeet dat niet, het is onze coöperatie, moeten wij dan zwichten onder druk van het grote geld? Is een coöperatie niet bedoeld voor alle leden, klein, groot, middelgroot, voor iedereen?